De afdelingen rijbewijzen zit nog steeds met een groot aantal niet afgehaalde e-rijbewijzen. Vorig jaar november waren er ruim 7000 rijbewijzen niet afgehaald. Volgens Milton Bishop van de publiciteitsdienst van de politie is het aantal niet afgehaalde e-rijbewijzen nu opgelopen tot ruim 9000. Hij zei dat het aantal is opgelopen vanwege bedrijvigheid van de afdeling en omdat er steeds nieuwe rijbewijzen bijkomen. Maar dat is vergeleken met het verleden dat sommige mensen nog geen gehoor hebben gegeven. Ze zijn hun rijbewijzen niet komen ophalen. Dus waardoor het lijkt alsof er meer zijn gekomen. Maar er zijn ook rijbewijzen van die oude partij. Oude partij, als ik het zo mag zeggen. Ja, dus er is nog een stukje stagnatie. Het gaat niet zo, het vlot niet zo. Maar ook dagelijks hebben we toch wel anderzijds bekeken. Bedrijvigheid daar op die afdeling. Als we denken, als ik die informatie heb, is namelijk dat er dagelijks soms 300 tot 400 personen daar komen om hun rijbewijs op te halen. Dus de mensen moeten gebruik maken van de website van het Corps Politionaal door te kijken als hun ID-nummer voorkomt. Dat wil zeggen dat het rijbewijs dan opgehaald kan worden. Bishop zegt verder dat mensen niet worden gebeld om hun rijbewijs af te halen. Men moet op de website van de politie kijken of zijn of haar ID-nummer voorkomt. Als dat het geval is, kan men het rijbewijs ophalen. De werkwijze is namelijk dat er gebruik moet worden gemaakt van de website van het Corps Politie Suriname. Andere mogelijkheden zijn er vooralsnog niet. Gewoon kijken naar de website raadplegen of zich te laten informeren als hun ID-nummer, EID-nummer voorkomt. Als dat het geval is, dan mogen ze naar de afdeling rijbewijzen gaan om hun rijbewijs op te halen. Wat we wel zien in de praktijk, dat de mensen eerst naar daar gaan. Ja, het is namelijk zo dat ze eerst de website van het Corps Politie Suriname moeten raadplegen. En indien ze zien of merken dat hun e-ID-nummer voorkomt, dan is dat een teken, duidelijk, dat ze hun rijbewijs kunnen ophalen. Personen die nu hun rijbewijs willen verlengen, kunnen dat alleen doen als ze in het bezit zijn van een e-ID-kaart. Zonder een e-ID-kaart wordt niemand geholpen.